strak loopt. Primal Tap is de grote variant en kan dus gesynct worden aan het tempo, dus het aantal beats, halve beat. Kan je A en B, is de verschillende echo's. En je kan tweaken, dus je kan hier het algoritme, dus het soort stijl eigenlijk van de echo, karakter. VCO shape is het soort modulatie wat hij doet, vorm van de modulatie en de diepte. Standaard staat die A en B gepand, dus rood staat links en geel staat rechts. De fase kan je nog omdraaien. En auto gain zorgt voor automatische gain balans. Feedback control, in principe staat het gelinkt. Je kan het ook unlinked gebruiken en aparte tijden voor links en rechts. Mix control voor droog geluid, effect geluid en een mix ertussen. Output van beide echo's. Feedback van beide echo's. Distortion, hoe harder je hem instuurt. Meer verzadigd, saturated of distortion. De echo's krijgen. Adjust weer de snelheid. De echo's, dus ook de klankkwaliteit. Multiply is eigenlijk de sample rate. Wat gehalveerd wordt, dus ook. Doffer klinkt, dus minder hoge tonen. En dan heb je nog een. De VCO shape is voor de modulatie. En de modulatie staat standaard uit. De diepte kan je bepalen en de snelheid. Dan hoor je die toonhoogte. Kun je zorgen dat die echo's net iets anders klinken dan het droge signaal. Waardoor je een soort chorus effect krijgt. Dat klinkt vaak heel muzikaal. Freeze knop om de echo te bevriezen. Blijft hij doorgaan. Tof om te automatiseren. Elke control reageert heel muzikaal op veranderingen. En daar is dus ook echt rekening mee gehouden. Dat moduleert eigenlijk de hardware van vroeger. En was dus echt interactief te gebruiken. En deze plugins zijn dus ook echt heel muzikaal om te gebruiken voor effecten. Dan de Little Radiator en Radiator. Little Radiator is lekker simpel. Ben ik er lekker snel klaar mee. Eén ding wat mij voor het eerst opviel. Het is hier een beetje verborgen met een heel klein knopje. En dat is de noise. Het ruist een beetje. Vandaar dat je hem ook uit kan zetten. Ik heb het wel eens in mix gehad dat ik dacht van... maar er speelt helemaal niks en toch hoor ik ruis. En dan is het eerst checken, is het een microfoon, is het een instrument, wat gebeurt er? En bleek dan deze noise knop te zijn.
Dit doet een oude preamp na van vroeger. Een beetje uit de Motown-tijd van Stevie Wonder en Michael Jackson. Dat soort werk. En hele makkelijke controls. Dus die noise kun je aan en uitzetten. De bias is eigenlijk een beetje klankkleurverschil. Dus wel handig om even uit te proberen welke meer bevalt.